Hoi, ik ben Buddy Tegenbos, schrijver van het boek Oog om Oog. En zoals je ziet zit ik hier nogal te stralen en dat heeft twee redenen. De eerste is dat Oog om Oog een lijster is. Daar ben ik ontzettend blij mee, want daardoor gaan nog veel meer jongeren het boek lezen. De tweede reden is dat Match, mijn laatste boek, de prijs van de jonge jury heeft gewonnen. Hoe gaaf is dat? Maar goed, we gaan het hebben over Oog om Oog. Oog om Oog gaat over Jaap-Jan. Jaap-Jan is klaar met de middelbare school en hij gaat studeren en hij neemt een besluit. Het besluit wat hij neemt is, vanaf nu gaat alles anders. Hoezo? Nou, op de basisschool is hij verhuisd. En in zijn nieuwe klas zat een jongen, Ivar. En Ivar besloot dat Jaap-Jan er niet bij mocht gaan horen. Hij ging hem treiteren, hij ging nare spelletjes met hem spelen en het lukte hem. En Jaap-Jan heeft geen fijne tijd gehad op de basisschool en ook niet op de middelbare school. Maar dan gaat hij studeren. Hij vertrekt naar die andere stad en het moet anders. Hij leert mensen kennen. Hij sluit een vriendschap mee. Hij gaat zelfs bij ze wonen in een groot landhuis net buiten de stad. En hij wordt barman in de grootste discotheek van de stad in de underground. Kortom, het gaat goed met JJ. We zijn een paar maanden verder. Het is zaterdagavond. We zijn in de underground. Het is druk. Er is veel mensen. Het is warm. Harde muziek. JJ staat biertjes te tappen achter de bar. En hij merkt dat hij zich op een gegeven moment niet meer kan bewegen. Hij heeft namelijk iemand herkend die naar hem toe kwam lopen over de dansvloer. En die iemand was Ivar. En dan neemt JJ een tweede besluit. En het besluit is, nu is het mijn tijd. Ik ga jou terugpakken. Hij bedenkt een plan, voert dat plan ook echt uit. Het loopt alleen net even iets anders dan hij gehoopt had. Ja, en hoe ik kwam op dit verhaal is, kijk, we kijken tegenwoordig natuurlijk ontzettend veel op onze telefoons. We lezen een berichtje, we hebben meteen een mening, we vinden er vooral iets van. En ik dacht, zou ik een verhaal kunnen schrijven waarin de hoofdpersoon echt iets stoms doet? Dat als je alleen het berichtje leest, dat je denkt, wat een mafkees. Maar als je het hele verhaal kent, dat je denkt, oh, nu snap ik wel waarom die zo reageerde. Dat was de insteek voor Oog om Oog. Ik wens je er heel veel leesplezier mee. Groetjes.